Ja, voor wie dacht dat de discussie over wel of geen mobiele telefoon in de klas al ingewikkeld was, daar hebben we nu even geen tijd meer voor, want er is een veel grotere vraag bijgekomen. Scholieren maken gebruik van ChatGPT om een huiswerk te maken. Een app die alleen maar een simpele vraag hoeft te stellen om een goed geschreven antwoord te krijgen. We gaan er straks allemaal mee te maken krijgen, maar de leraren natuurlijk als eerste. Want het klaslokaal is altijd de frontlinie van de vooruitgang. Ik heb zelf nog geen ervaring met ChatGPT, voor zover ik weet tenminste, want misschien is het al wel overal om me heen. Als je er wat langer over nadenkt, is het wel verdomd toevallig dat het eind november beschikbaar kwam en dat Mark Rutte half december ineens de beste toespraak uit zijn loopbaan hield. Misschien wilde hij daarom per se op 19 december al die excuses maken voor het slavernijverleden. Straks kan iedereen het. Heeft eigenlijk iemand al aan ChatGPT gevraagd om een stikstofplan te schrijven? Als deze app betekent dat Johan Remkes eindelijk van zijn pensioen kan genieten, vind ik het sowieso de moeite waard. Ik sta altijd een beetje dubbel tegenover dit soort ontwikkelingen. Aan de ene kant wil ik geen oude zeikerd worden, aan de andere kant ben ik het al. Mijn eerste reflex is dat ik het stom vind dat een computer nooit gaat schrijven zoals een mens dat doet, dat al het gehalleluja over hoe dit de wereld gaat veranderen schromelijk overdreven is. Ik las vanmorgen een artikel waarin een leraar heel enthousiast was, ervan overtuigd dat zijn vak over 50 jaar fundamenteel anders zal zijn, want nu ben je nog bezig met kennis overdragen, maar die komt straks uit de computer rollen, waardoor je sneller naar de toepassing en de analyse kan. Ik hoor dat soort verhalen al sinds ik zelf op school zat, en dat is krankzinnig genoeg alweer 25 jaar geleden. Ik herinner mij een geschiedenisleraar die helemaal wild werd van een CD-ROM met Encarta 95. Al zijn dikke boeken stonden op dit ene kleine schijfje. Dit ging alles anders maken. En dit was nog maar het begin, want internet ging een revolutie betekenen. Je hoefde straks niet meer alles in je hoofd te stampen. Je hoeft niet allemaal kennis op te slaan. Je hoeft alleen nog te leren hoe je dingen op kan zoeken. We weten inmiddels waar die houding toe geleid heeft. Je buurvrouw is ervan overtuigd dat Mark Rutte deze week met een geheim clubje reptielen heeft vergaderd over hoe ze de chip uit het vaccin gaat activeren om meer kinderbloed te kunnen drinken. Leven de vooruitgang. Hoera voor de moderne mens die alles lekker zelf opzoekt. Je zou ze bijna een ouderwetse leraar gunnen die er eerst even wat feiten inramt voordat ze losgelaten worden op internet. Niks mis met good old kennisoverdracht, als je het mij vraagt. Maar ja, zoals ik al zei, ik wil ook geen oude zeikerd worden. Je houdt het niet tegen. Dat wordt natuurlijk wel geprobeerd. Er is ook alweer software om die ChatGPT-teksten te herkennen, maar die wordt dan weer omzeild door leerlingen die expres foutjes in die teksten stoppen. Wat goed nieuws is. Want om bewust een fout te maken, moet je ook weten hoe het wel hoort. Dus uiteindelijk leren ze er heus nog wel wat van. En bovendien, de schrijfvaardigheid van onze kinderen gaat al jaren achteruit. Het lukt maar niet om daar verbetering in te krijgen. Dus hoe prettig is dit voor onze leraren, die eindelijk weer eens teksten lezen met goedlopende zinnen en de juiste lidwoorden op de juiste plek. Ik ga me over mijn huivering heen zetten. Want natuurlijk ben ik bang dat schrijfbots met ons taalgevoel gaan doen wat navigatiesystemen met ons gevoel voor richting hebben gedaan. Dat kinderen met nog meer gretigheid worden uitgeleverd aan Big Tech. Dat deze revolutie alleen maar nog meer afhankelijkheid betekent. Dat Mark Rutte straks zulke goede toespraken gaat houden dat hij weer 4 jaar blijft zitten. Dat Bluff op dit moment 5 nieuwe platen tegelijk aan het opnemen is. Dat mijn dochter me straks voor het slapen gaan nooit meer vraagt een verhaaltje te verzinnen, omdat die van ChatGPT veel spannender zijn. Dat de desinformatie straks zo goed geschreven is dat nog minder mensen daar de onzin in herkennen. Dat de snelwegen straks geblokkeerd worden door allemaal werkloze tekstschrijvers met ontzettend goede protestleuzen, dat dan weer wel. Maar al mijn angsten zijn totaal irrelevant. Het is er al. We doen er niks meer aan. En in elk geval is die andere discussie, mogen leerlingen wel of geen mobieltje in de klas, hiermee wel opgelost. Het simpelst lijkt mij gewoon geen leerlingen, alleen nog hun mobieltje in de klas. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.